Ja, hier bij dit systeem krijg ik kalver en melk via de drinkautomaat. Dat kan heel goed, arbeidsverlichtende factoren. Wel belangrijk natuurlijk dat we de parameters in de gaten houden. Hè. Dus de drinktemperatuur, de concentratie van de melk, dat is heel goed te meten met een refractometer. En het drinkgedrag van de kalveren, dat wordt op de display ook weergegeven wat de drinksnelheid is per kalf. En dan kun je ook op het eind van de dag zien wat de cumulatieve opname is. Heel voornaam. Verder de capaciteit. Normaal gesproken zeggen de installateurs 50 tot 60 kalver per drinkautomaat. En we hebben meestal minimaal 2 drinkstations. Dus per drinkstation maximaal 15 kalveren. Om nogmaals ook het verdringen te voorkomen en een regelmatig drinkgedrag te creëren. Misschien ook van belang is dat het bij het aanschaffen van een drinkautomaat dat je oplet hoe je hem uitgerust wil hebben. Daar moet een automatische reiniging op zitten. Maar als je met melk werkt is dat echt bittere noodzaak, zeg ik altijd. Je kunt kiezen van verwarmde uitloop. Dan heb je minder keking aan de uitloop van de melkpoeder. En er moet een vliegengaas voor zitten. Doordat er geen vliegen in de melkmaatbeker terechtkomen. Dus hygiënisch werken. En verder doet hij zijn eigen 2 tot 3 keer per dag reinigen. Dat kun je zelf instellen. Heel makkelijk. Nou, ook de speenkwaliteit is heel belangrijk. Hè? Echt een speen met een gaatje erin. De speen op de juiste hoogte. Wij zeggen minimaal op schofhoogte. Dan heb je de ideale houding van de melk. Hè? Dat slokdarm-slurfreflex wordt aangestuurd en aangemoedigd. Ja, en de derde, de kwaliteit, de reiniging van de speen. Daar zit ook een reinigingssysteem op, zodat de speen automatisch gereinigd wordt. En die uitgave moet je wel hebben. En dat is bitter, zeker aan te bevelen om dat te doen.